Dag lieve mensen, welkom bij dit bericht voor de week energie van 14 tot en met 21 of tot en met 20. Oh, niet augustus, ik wil het te snel, juli. We gaan het even kijken ook zeggen wat de energie gaat zeggen. Surrender, overgave. Overgave om dingen te laten stromen in je leven. Dus blijkbaar is het nodig. Je ziet hier de overgave, ze houdt haar handen omhoog. En daar is vuur in. Het voelt voor mij dat je gaat werken met de vuurenergie. We gaan natuurlijk ook naar de leeuwenpoort, richting de leeuwenpoort. Maar ook de vuurenergie van oude stukken verbranden. Oude stukken uit de handen geven, loslaten. En dan mag je daaraan werken voor jezelf. Richting jouw tweelingziel, richting union. Als je in verbinding zit met een tweelingziel. Dan kan dat je dat gebruikt sowieso eerst voor de union in jezelf. Ik kan dat niet vaak genoeg zeggen. En dat heeft misschien te maken wat je op mag lossen met jaloersheid, envy. Kan zijn dat je jaloers bent op andere mensen, hoe die in het leven staan, wat zij hebben, wat zij niet hebben. Kan zijn dat je te maken hebt met jaloezie richting je tweelingziel of als daar andere mensen bij betrokken zijn. Hoeft niet, kan. Hè. Het kan ook zijn dat je dat opgelost hebt. Je gaat een ander verhaal schrijven. Dus daar gaat wellicht iets gaan. Daar gaat wellicht iets stromen. Dat je iets anders gaat noteren. Dat je iets anders wil gaan creëren in jouw leven. Ja? En dat heeft te maken met bewustwording. Zelfvertrouwen. Als jij namelijk te maken hebt met jaloersheid. En dat pak ik in de breedste zin van het woord. Hè? Dan heeft dat ermee te maken dat jij niet kunt gaan stromen. Dat jij jouw verhaal, jouw levensverhaal, jouw zielsmissie niet kunt gaan leven. Als je dit niet loslaat. En dat loslaten zorgt ervoor dat er een balans komt. En ook een zelfvertrouwen. Daar heeft het mee te maken. Dus voel hoe jij resoneert hiermee. Ik ga eens even kijken wat daar van mijn kaarten nog bij komt. En ik had nog de Lunar Wall kaarten gepakt voor... Straks. Het heeft te maken met schaduwwerk. Dus misschien zie je iets nog niet waar je dus nog vastloopt in een stukje jaloezie of een stukje hoe moet ik mijn... Het hoeft niet gecombineerd te zijn. Het kan dus. Stel je hebt last van jaloersheid in het algemeen. Daardoor kun je bepaalde dingen niet schrijven. Jouw levenswerk niet volledig maken. Maar het kan ook te maken hebben dat jij het gevoel hebt van... Dat je jaloers bent op andere mensen waar het lijkt alsof alles maar vanzelf gaat. Mensen hebben dat ook, hè, dat je echt het gevoel hebt van ja, maar bij hun gaat het vanzelf. Waarom gaat het bij mij niet vanzelf? Waarom moet ik zoveel moeite doen? Waarom moet ik alles uitwerken? Waarom moet ik alles helen? Ja, ik heb ook alles moeten helen voordat dingen gingen stromen. En ik heb ook vaker gedacht, ja, wat doe ik verkeerd? Hoe moet ik het dan doen? Maar als jij met, dat heb ik in die reading van gisteren ook gezegd, als je met één vinger naar een ander wijst, dan wijzen er drie naar jezelf. Dus het is belangrijk om eens bij jezelf te gaan kijken van wat kan ik hieraan doen om dit te helen. Want heling begint bij jezelf, niet bij de ander. Kun je niet van andere mensen verwachten. Dat zij dingen helen waar jij last van hebt, dat bestaat niet. Zou jij ook niet doen voor een ander. Je zou ook niet iets oplossen omdat een ander last heeft van dingen. Kijk, het gaat niet zozeer om... hoe je met andere mensen omgaat, dat is wat anders. Dan kun je natuurlijk altijd je aanpassen als je dat wil, ja of nee. Maar strikte jaloezie, et cetera, omdat anderen iets hebben en jij dat niet hebt, dat gaat niet werken. Gaat niet worden. Zelfvertrouwen. Heb vertrouwen in jezelf. Heb vertrouwen in jezelf dat jij jouw levensmissie, jouw zielsmissie kan gaan leven. Zodra jij er klaar voor bent, zodra Spirit jou een seintje geeft van jij moet hier iets mee. Jij moet hier verder mee. En dan, misschien durf je het niet te zien. Misschien durf je niet naar jezelf te kijken. Misschien heb je nog oogkleppen op. Of je hebt een blinddoek op. Je zet een masker op. Je wil het niet zien. Schaduwwerk, de waarheid zien in datgene wat jij nog doet. Afwijzing. Misschien heb je daar last van. Dat je het gevoel hebt van mensen wijzen je af. Mensen willen jou niet. Willen niet met jou connecten. Dat kan, hè. Het kan zijn dat je daar deze week op gewezen wordt. Connectie met Spirit. Spirit vraagt jou eigenlijk om mededogen te hebben met jouzelf. Geen medelijden of in een slachtofferrol zitten. Alsjeblieft, doe dat niet, want daar kom je dus niet uit als je dat zelf niet aanpakt. Je komt er alleen maar uit als je gaat kijken van wat mag ik hier leren? Wat mag ik leren van die situatie?
Vergeving, vergeef jezelf dat bepaalde dingen niet stroomden, heeft te maken met energieverbinding en het mededogen. Ja? Wat moet ik nou doen? Oké, we gaan even kijken naar de tweelingzielen. De mannelijke kant. We gaan kijken waar jouw tweelingziel, mannelijke versie, mee bezig is. Dus mannen, ja, als jullie kijken, dan hoor ik het wel of dat resoneert. Wat hier dadelijk naar voren komt. Waar is jouw tweelingziel, jouw mannelijke tweelingziel, mee bezig? Oké, de kaart. Dingen opruimen. Dingen schoon te vegen. Schoon te vegen, opruimen. Schoonschip maken. Maar ook communicatie, hè. Communicatie die er gaat komen om dingen te helen, om dingen op te lossen. Op te lossen, zou ik zeggen. Nou ja, dus hij is bezig ook om dingen op te ruimen, zodat er een oplossing kan komen voor communicatie. Hè? Dus daar gaat in ieder geval wel een verandering plaatsvinden. Het heeft, ja, zie je, er komt een oplossing. Is dat dan maar? Een oplossing die te maken heeft met misschien een stukje tweestrijd in zichzelf. Van, ja, is de oplossing, zijn we klaar voor de oplossing? En de oplossing is eigenlijk de vermeerdering van emoties. De vermeerdering van positiviteit, vriendschap, vertrouwen, wereldvertrouwen, daarachter de jaloezie. Dus daar mag iets misschien nog gezien worden, geheeld worden. En het geluk. Maar als jij zeker bent van jouw tweelingziel, dan weet jij ook dat die persoon alleen maar voor jou met jou de verbinding wil. Op alle vlakken. Jouw ziel, jouw lijf, je hele wezen. Dat weet jij. Diep van binnen weet jij dat. Dus als er iets stroomt bij jou wat jij zegt van ja, dat je jaloers bent, als daar contacten zijn. En dat ligt dan natuurlijk aan hoe dat gebeurt. Hè. Kijk, het staat hem vrij om te praten met mensen. Hè. Dat doe jij zelf ook, dus dat is allemaal geen probleem. Maar ja, als jij daar bang voor bent dat er iets meer gaat gebeuren, terwijl je diep van binnen weet, dan ben je ook niet zeker van jouw tweelingziel. Als jij zeker bent van jouw tweelingziel, dan weet je gewoon van, ja, die doet dat niet. Net zoals jij dat niet doet, heel simpel. En daar mag je op vertrouwen. Dat vertrouwen mag je hebben. En als je dat nog niet hebt, dan mag je daar naar kijken. Ik bedoel, als ik dat vertrouwen niet zou hebben, ja, bedoel, je vertrouwt jezelf toch ook. Je weet toch zelf ook dat je daar kan, weet ik wie voor me staan. Het interesseert me verder niet. Er is maar één iemand en dan heb ik dus kleppen op. Ik zie maar één iemand. Punt uit. Voor nu en voor altijd. En als jij dat ook hebt, dat je weet dat jouw tweelingziel dat ook hebt, waar maak je dan druk om? Laat het los. Laat het gewoon los. We kijken naar de dames. Waar zitten die in? Welk stukje zitten jullie? Afkoppen. Maar ook oogsten. Het voelt voor mij dat jij gaat oogsten. Dat je dingen hebt afgesloten. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dingen hebt afgesloten waardoor je nu kunt gaan oogsten. En de problemen die heb je afgesloten. Of die ga je afsluiten komende week. Als je daar nog last van hebt van dit thema, dan ga je dat nog afsluiten. En dat vraag, dat heeft te maken met bezoek, met ontmoetingen. Want de ruiker betekent ook dat er ontmoetingen komen. En hier heb ik het gevoel, wat ik hier nu doorkrijg, is bij sommige van jullie Divine Feminines, is dit al afgerond. Jullie hebben de blokkades die in jou zaten, die in jullie zaten. Want als je dit stukje, wat ik net noem, dat kan ook zijn dat je al voor ligt op die energie. Hè? Ik heb dat meestal, dat ik wat voor lig op dingen. Ik weet ook niet hoe dat kan. Maar daar zijn dus al problemen opgeruimd. Die te maken hebben met waarom was de union nog niet? Waarom was het bezoek er nog niet? Waarom staat hij nog niet hier voor de deur? Nou ja, niet voor de deur staan, kom gewoon naar binnen. Zou ik dan zeggen, trek die deur open, maak die deur open en ja, klaar. En dat wat je gemist hebt, wat je kwijt was, krijg je dus terug. En dat is voor de dames en dan krijg je het geluk. Dus alles wat bij de dames nog speelt aan blokkades, die geheeld moeten worden, die te maken hebben met de ontmoetingen, die worden
afgerond, waardoor dus dingen kunnen geoogst kunnen worden. Dus je rond die zware stukken, die, je bent op die berg, je hebt die berg beklommen, dat is klaar. En dat rond je af. Dat heeft te maken met de ontmoetingen. En dan gaat dat gebeuren, want de muizen betekent dus in de Lanomot dat je iets kwijt bent, dat je iets gestolen is. Maar dat betekent ook, kan het betekenen, en dat voel ik in dit geval, dat je iets terugkrijgt wat je kwijt was. En wat was je kwijt? Het geluk. Nou, tot zover deze reading. We maken er een korte van. Als je behoefte hebt aan een consult met mij, dat mag. Onder een infobox staat van alles. Staat mijn website, kun je kijken. Ik heb op de komende weken heb ik nog healing sessies. Daar kun je nog aan meedoen. En ik heb op 7-8 nog een healing sessie wat te maken heeft met alleen geboren kinderen. Dus als jij een tweeling... Sorry. Een tweeling... van een tweeling was eigenlijk toen je in de baarmoeder zat bij je moeder. Dat je moeder zwanger was van 2 kindjes. Dan kan dat daarmee te maken hebben dat jij je alleen voelt. En ja goed... ik heb het zelf 2 keer meegemaakt, dat ik bij mijn oudste had ik een bloeding met 9 weken, dat wist ik gewoon, dat is in een kindje, dat was een kindje weg. Op dat moment wist ik dat niet, maar na de hand is me dat duidelijk geworden. En tussen de oudste en de jongste, heb ik ook een miskraam gehad. Maar het was maar een paar dagen, maar ik voelde dat dat een kindje was. En dat was heel duidelijk voelbaar en ja, dat zag er ook zo uit en dat vond ik heel moeilijk. Om dat los te laten. Maar ja, goed, die kinderen hebben zich naderhand gemeld. En ik weet dat de oudste, dus mijn oudste kind, mijn oudste dochter. Of ik heb maar, ja, ik heb 2 dochters, want die ene was ook een meisje. Maar dus mijn oudste kind heeft dus wel eens last gehad van het trekken van haar broer. En daar hebben we dus ook dingen mogen oplossen, jaren geleden. Dus ik weet hoe vervelend dat kan zijn als je hier op aarde bent en je bent eigenlijk alleen geboren tweeling. Dan kan het heel moeilijk zijn en dan mag dat geheeld worden. En soms zijn die dus, die wat dan overgaan, die willen op aardsvlak, die zijn dan nog aardsgebonden, die hebben aardsgebonden emoties en die willen dan, die willen erbij zijn. En dan kunnen ze heel vervelend zijn in de energie om jou, al zijnde overgebleven alleen geboren tweeling, om jou tegen te houden, om jou het gevoel te hebben van ik moet mee, ik wil dat ook hebben. En dat kan dan niet. En daar moeten ze zich wel bewust van worden. Dus dat heb ik dus met hem gezegd. Ik zeg, luister vriend, dat kan niet. Hè. Ik zeg, wat Jezus aan doet. Ik zeg, je moet met oma mee. Mijn moeder was toen over. En hebben we hem naar het licht gestuurd. Is hij ook naar de hand komen zeggen, mama, sorry, dat was niet de bedoeling. Ik zeg, dan ga je verontschuldigen, maar je zus aanbieden. Dus dat is ook gebeurd. Maar dat zijn dus wel dingen die, waarvan ik dus al jaren terug dit wist. En ik heb dat nu bij mezelf ervaren gisteren. Maar goed, kijk die video van gisteren even. Leg ik het uit, anders wordt dat ook weer langer. Dat vind ik niet nodig. Ik ga zo nog een paar nieuwe maken voor de komende week. En ik wens jullie een hele fijne week. Heel veel succes met alles oplossen. En ja, mocht je willen meedoen aan de sessies, de healing sessies voor 8-8, wat je dan oplost, komt volgend jaar niet meer terug aan blokkades. Dus ook dat stukje van het alleen geboren kind, alleen geboren tweeling. Ja, kijk even daarnaar. Ik zal de linkje onder in de reacties zetten, waar dus echt een overzicht staat van al die healingen. En mocht je eraan mee willen doen, ja, voel je vrij om te boeken. Dankjewel en namaste. En als je denkt van ja, hoe zit dat met die healingen? Kijk even mijn gastenboek, daar weet je hoe andere mensen dat ervaren. Goed, dankjewel en namaste.